hij gebruikt de unieke combinatie van digitale middelen en analoge middelen om de student mee te nemen in zijn onderwijs. Hij heeft een heel groot college met 330 studenten, dus dat voelt misschien massaal, maar door verschillende toepassingen te gebruiken weet hij de student mee te nemen naar het einde van zijn cursus, van formatief toetsen gaandeweg tot digitaal terugkijken van colleges op eigen tempo. Hij neemt niet snel genoegen met de situatie zoals die is. Het moet altijd beter, het moet nog mooier. En dat doet hij echt voor de student. Ja, ik geloof in de potentie van studenten. En waar ik heel erg trots op ben, is dat we in zo'n grootschalige cursus die potentie ook naar boven weten te halen. We geven een moeilijk vak en we weten toch slagingspercentage van 75% te halen. En daar ben ik heel trots op. En hij is daarbij niet bang om te experimenteren, te pionieren. Dingen mogen ook wel mislukken. Het gaat allemaal niet vanzelf, maar hij steekt er de energie in. Dat is echt bewonderenswaardig. Kijk, ICT klinkt allemaal prachtig, maar je moet wel altijd bij jezelf toetsen of het werkbaar is. Zo heb ik geëxperimenteerd met virtuele opnames in VR van colleges en dat werkte niet. Dus daar stop je dan mee. Het is een lastig college. Het gaat over wetenschappelijk en statistisch redeneren. Nogal een moeilijk onderwerp voor studenten. En zij gaan dus, doordat zij wekelijks door de stof heen worden geloodst, gaat op een gegeven moment dat lichtje bij ze branden. En dat is prachtig natuurlijk om te zien. Nou, wij hebben nagedacht over hoe je digitaal onderwijs op een goede manier in zou kunnen zetten. En de cyclus waar we doorheen gaan is dat we instructie hebben, we hebben oefening, we hebben toetsing. En na die toetsing weten we ook te diagnostiseren. Dus we kunnen op basis van de toetsresultaten achterhalen van waar loop je spaak. En met die informatie kunnen we studenten nog gaande de cursus als het ware bijscholen. En dat hele proces, daar hebben we de afgelopen jaren aan gewerkt. En dat hebben we met z'n allen heel erg mooi gedaan, denk ik. Ja, de potentie van ICT in het onderwijs is denk ik eindeloos. De beperking ligt in hoe wij als docenten het op een goede didactische manier in kunnen zetten. En dat is een zoektocht voor alle docenten.